Oké, ik heb dus vanavond Hey, Barend. Ja, wat is er? Ja, wat ben je aan het doen eigenlijk? Ik ben aan het vloggen. Maar je moet de beste taart ooit maken. Die moet je voorbereiden. Voorbereiden? Ja. Oké. Oké. Dan ga ik dat denk ik... Nee, je moet het nu doen. Dit duurt te lang. Oké, ja, ik ga het nu doen. Ik ga het nu voorbereiden. Oké. Ik heb dus vorige week in de Efteling niet mijn liefde kunnen vinden, maar... Ik heb wel tips gekregen voor jullie. Ik heb ook tips gekregen van een maatje van me. Maar ik heb dus misschien wel een idee. Alleen ik moet even kijken wat hij ervan vindt. Hey, Luc. Hey. Ik ga dus vandaag een ding... Ik heb een date. Ik heb gewoon een date vanavond. Maar ik was dus benieuwd. Had jij nog tips voor mij? Ik heb wel tips, maar zal ik even naar je toe komen? Dat is misschien beter. Oh, oké, okay, ja, is goed. Hey. Let's go. Moet die zijn... Yo, kom verder, jij hebt goede tips? Ik heb 100% goede tips. Ik heb even na zitten denken, jongen. Volgens mij heb ik het perfecte plan. Oké. Gaat namelijk altijd door de maag. Doe je schoenen aan, jas aan, we gaan. Kom. Oké. Okay. Hoor je deze in je taartbaan? Nee, denk ik niet. Zo niet? Ja, dit is een aubergine, man. Yes, zij zijn nu aan het zoeken. Ja, heb jij wat gevonden? Het scheelt echt super veel werk, zoveel tijd hebben we niet. Gaan ze dit merken, denk je? Ik denk het wel. Yes, de taarten gevonden. Dit zijn pizza's. What the fuck, je kan een pizza pakket maken? Wat vet, wat sick. Oké, we gaan hier taarten. Oké, Luc, wat is de lekkerste taart? Ja, eigenlijk is er voor mij een optie. Een goede vriendin van mij die is vegan kwarktaart aardbei. Wil jij normale? We gaan normale. Oké, maar we moeten hier dus wel nog wat voor toevoegen. En dat is magere kwark, slagroom, 60 gram boter. Het is wel voor... 12 taartpunten. Hoeveel ga je er eten, denk je? 12. En zij dan? 11. En... De slagroom met extra toet. Ik ben dol op Frans. Zo, we zijn in de keuken. Ja, we hebben alle attributen. Ja. Hebben we. En ook een pizzadoos. Ja. Wij moeten dus een taart gaan maken. Maar waarom? Liefde gaat door de maag. We gaan de lekkerste taart ooit maken en we hebben dus op het einde, voor jou, hebben we nog een verrassing. Een final touch. Geen ja. We hebben nu dit hier staan, maar ik heb nog iets, dat zetten we hier nu nog niet bij, maar dat wordt echt, dat wordt geniaal. Oh. Trouwens, hoi va. Wist je dat ik vroeger, voor mijn verjaardag, pakte ik ook altijd een kwarktaart, want kwarktaart is altijd mijn favoriete taart geweest. Straks houdt ze niet eens van kwark. Straks is ze lactose intolerant. Dan moet je er sowieso niet van gaan. Leg de bijgesloten valletje bakpapier over de springbodem. Ik denk dat hier wat fout gaat, Luc. Ja. Smelt 60 gram boter in een pannetje. Wil je wat drinken trouwens, Luc? Ik heb je nog helemaal geen drinken aangeboden. Nee, vond ik super onsympathiek. Maar wil je wel drinken? Nee hoor, dank je. Ja, dan moet je deze moet je zo doen. En dan moet hij er weer omheen, toch? Dit is lekker! Ik gooi de mixer erop, smoked boter. Oké. Nou, stap 1, boter op de vuur, nu. Deze taart moet ook liefde bevatten. Ja. Maar dat gaat verdampen. Niet? Nee, feest zo verdampt. Ik zou het pas doen zodra de taart klaar is. Oké, ik zit met een dilemma. Wat is het dilemma, Luc? Behalve dat de boter aanpikt. Oh mijn god, Luc! Ja, het is ook echt aangebrand! Maat, hij is nog niet eens helemaal gesmolten. Hoe kan dit? Ja, het moet op een laag pikje natuurlijk. Ja, dat lage pikje. Oh mijn god, dit gaat nu al fout! Hey, ik zit met een dilemma. Er staat hier kruimelbodemmix, maar er staat hier bodemmix. Wat zal ik doen? Mixen. Hier, we doen het helemaal samen. Oh! En hier zie je de klasse van Barend, hè? Kok puur zang. Wat chill, joh. Ja, bodem laag bedekken. Ah, mooi. Kijk, en dit is dan weer de klasse van een topkok. Dit onderscheidt jou van de gemiddelde kok. Ga je nu de liefde erin stoppen? Volgende stap! De kwark en de slagroom in de kom. En meng dit met een mixer. Mixen, 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 mixen. Oké. Kijk hoe perfect. Dat is pas liefde. Wacht even, wat gebeurt hier, Luc? Kijk, Luc, what the fuck heb je gedaan? Het is een lastige vorm, hoor, moet ik zeggen. Oh, Luc, gast! Je kan niet zo zijn! Misschien is het iets minder dan 500 gram geworden. Op de laatste stand gaan we mixen, maar als we op de laatste stand gaan mixen, gebeurt er dit. Dat is weinig, dus ik zet hem toch op stand 1. Is dat oké?
Ja, mixen! Alles draait een beetje volgens mij bij jou. Heb je... Dat is de taartmix. Hé, hey, de taartmix. Ik ga gewoon even wat extra liefde geven hieraan. Oh, taartmix. Ik weet dat ik je net heb opengemaakt. Maar ik vind je heel erg lief. En ook wel leuk. Heb ik zoveel genoeg liefde gegeven? Oh taartmix. Zonder jou wordt die taart helemaal niks. Arbeidsmaat. Ja. Oh yeah, man. Hij heeft zelfs een turbo stand, hè? Oké, okay, heel even proberen. Nou, het is tijd. We gaan ervoor. Wow, hij is echt super goed gelukt. Lekker, jongens. Luc, we zijn klaar. Ja. Hij ziet er goed uit. We gaan hem zo dus in de koelkast doen. Het ding is, dit is gewoon een normale kwarktaart. De lekkerste taart ooit is dit, toch? Ooit, van de hele wereld ooit. Dat zei je, dat jij dat kon maken. Tuurlijk, maar dat komt door het verrassingsingrediënt. Dat heb ik hier achter mijn rug. Oh, oké. Okay. Misschien is het leuk als we dat nog niet prijsgeven aan iedereen, maar ik zal het jou alvast even laten zien. Oh, oké. Ja. Oké, okay, komt-ie. Oh, ja. Daar mist hij mist af. Oké, ik denk wel dat dat inderdaad dan de lekkerste taart ooit gaat worden. Dan, het komt helemaal goed, man. Jij gaat het nelen. Je gaat het nelen. Wat de fuck? Nou, tot dan. 6 hours later. Hallo. Hallo. Kom binnen, kom verder. Hoi. Hoe is ie? Goed. Ja? Met jou? Ja, goed. Ik heb wat voor jou gemaakt vandaag. En dat is? De lekkerste taart ooit. Wat is de smaak? Nou, ik ga hem gewoon voor je pakken. Ik heb hem vandaag zelf gemaakt, ja. Ben ik klaar voor? Ja. Ik hoop echt dat ze het lekker vindt. Het zou vervelend zijn als het niet zo is. Huh? Wat vind je van de lekkerste taart ooit? Oh, mag ik hem likken? Wow! Oh, wow! Dat is wel echt smakelijk. Oh, echt waar? Vooral dit stukje. Oh, je had je best voor gedaan. Ja. Dames en heren, hier is die dan, de lekkerste taart ooit. Wil je een stukje? Ja, heel graag. Oké. Okay. Ik heb dit ook van de week bedacht en ik dacht echt, dit is echt een top idee. Maar ik kijk mezelf hier in mijn ogen aan en ik denk echt, ik snap wel waarom ik single ben. Klopt. Ja, welk stukje van dit speciale ingrediënt zou jij er nog bij willen dan? Ik denk dit. Mijn oor? Ja. Oké. Okay. Wat is eigenlijk je favoriete taart? Appelkruimel. Yes, zij zijn nu aan het zoeken. Ja, heb jij wat gevonden? Het scheelt echt super van werk dat tijd heb gehad. Ik vind hem eigenlijk ook niet zo lekker. Echt? Ja. Oh.